Dit jaar herdenken we dat 75 jaar geleden Os bevrijd is. 75 jaar, dat lijkt lang. Het is bijna gewoon geworden. Maar vrede en veiligheid is niet normaal. 75 jaar geleden zijn mensen, militairen uit verre landen gekomen om ons te bevrijden van de bezetters. Nu, ook in deze tijd, zijn er mensen van ons Nederlandse leger, in het buitenland om daar vrede en veiligheid te brengen. Als mensen terugkomen zijn ze veteraan. Vaak te herkennen aan de blauw pak en medailles. Maar tegenwoordig zijn ook de veteranen jongere mensen. Je zou het misschien niet verwachten, maar ook ik ben militair en tevens veteraan. Ook ik heb mogen werken voor onze vrede en veiligheid. Wil jij ook ervaren wat het is om als militair te werken voor vrede en veiligheid? Geef je dan op via onderstaande link. Voor de Liberation Obstacle Run in Os. En dan zie ik je daar. Tot dan.